Goed. Ik heb deze week een aantal bijzondere interessante objecten. Er is op het bungalowpark Roelofsarend Hoorn een kleine drie-zit duplex bungalow vrijgekomen. Waar een vijvertje voor aangelegd is met een oplopend grindpad. De oppervlakte van het totale perceel is 140 vierkante meter, zie ik hier staan. En het aardige is eigenlijk dat het vijvertje beschikt over een originele, uit een oude Griekse amfoor gietende, dan wel spuitende Madonna. Er zijn wat missieven op. Er is een inschrijving vanwege vervuilde grond. Een lichte bodemverontreiniging. Maar dat is bij dit soort objecten alleen maar gunstig voor het 13% milieuhavingsaftrek. Die we meteen even meerekenen in de prijs. Als we teruggaan, want dat is in guldens. 120.000, dat is een pakweg 49.500 euro. Dan heb ik als volgende object, en dat is op de Paalberg de H27A, een gelijkgeschakelde bungalow waar de vaste banken en bekleding langs zij van de ramen lopen, onbeperkt uitzicht op een zwembad waar je wel moet oppassen. Er mogen geen honden op dit terrein komen, maar bijvoorbeeld wel een marmotje of een knaagdiertje, maar ook een klein poesje, ook geen punt. Waarbij we dan even iedereen van tevoren even wat we zeggen, goed oppassen dat we niet 's nachts poes, 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 poes roepen. En dat hij dan aan een te lang lijntje in het zwembad terecht gekomen is en kliedernat wordt. Dit was wat ik voor vanavond voor u had. En mocht u in een van beide objecten geïnteresseerd zijn, dan wel de H27A aan de Paalberg, dan wel de dubbel gelijkgeschakelde bungalow met oplopend grindpad en spuitende Madonna. Ik zou er snel bij zijn, want dit soort objecten vindt gretig aftrekken en is eerder weg dan u denkt.